Zaterdag ging de 50ste editie van de Gouden Spike van start. Het grootste atletiek evenement van de regio. 50ste editie, een jubileum editie. Maar vanwege corona ook een editie zonder publiek. Met minder atleten dan normaal en met verplichte sneltests voor alle aanwezigen. Gelukkig verliep het dankzij de vele vrijwilligers vlekkeloos. Daar hebben we ontzettend veel werk voor moeten verzetten. Gisteravond zijn er al ruim 150 vrijwilligers getest. Vandaag zijn er nog eens een 5.500 mensen getest. Alle atleten, coaches. Ja, dat was echt heel veel extra werk. En dat is allemaal heel smooth verlopen. Dus ja, eigenlijk niks dan complimenten daarover aan iedereen die daaraan bijgedragen heeft. Met de Olympische Spelen in aantocht waren verschillende Nederlandse Olympiërs aanwezig om te kijken hoe het met de vorm staat. Zoals polshockspringer Menno Floon en zevenkampster Anouk Vetter. Ik zit op de goede weg. Ik had eerder deze dag een PR op ver. Nou, mijn snelheid is goed. Dus ja, het gaat nu gewoon puntjes op de i en dan doorwerken naar Tokio. Ik hoop het 85, 95 wel te halen. Het ene positief is wel, ik heb voor het eerst langer een aanloop gedaan. Dus dat pakt er goed uit. Zoek alleen een beetje ritme nog in de aanloop. Maar dat komt zeker goed de aankomende wedstrijden. Nou, het is heel fijn om gewoon weer wedstrijden te doen. En het is misschien niet zoals we gewend zijn. Maar dat we dit kunnen doen is toch geweldig. Ik ben er heel blij mee. Maar er kan maar één iemand de Gouden Spike winnen. De beste prestatie van de dag bepaald door een jury bestaande uit oud-atleten. Dit keer vanwege het jubileum. 6 oud-Olympiërs van Leidse komaf, waaronder Bram Wassenaar, Camille Maassen en Tessa van Schagen. De winst ging naar Fleur Jong, para-atlete. Zij sprong in het verspringen in haar categorie, de T62-klasse, een wereldrecord. 6,09 meter. Ja, dat was wel echt, dat wilde ik ook heel graag natuurlijk. En vandaag was eigenlijk wel de dag om het te doen. Het was mooi weer, de wind was mee, het veld was goed. Dus ik dacht, ja, dit is de tijd. T62 is voor mensen die hun beide onderbenen missen en dus op 2 blades lopen. En 64, dan heb je er eentje. Maar wij strijden dus samen. Want ja, 2 of 1, dat maakt allemaal niet uit. Ik vind het echt geweldig dat Fleur die Gouden Spike gewonnen heeft. Wij hebben in 2013, geloof ik, ja, hebben we al geschiedenis geschreven omdat Marlou van Rijn toen als eerste Paralympische atlete een Gouden Spike won. En dat gaf toen nog wel wat discussie in de atletiekwereld. En ik vind het gewoon echt geweldig dat Fleur, wat ik een fantastische atlete vind, dat die vandaag met 6,7 meter met reguliere wind die Spike gewonnen heeft. Weet je, als je dit ziet met zulke fantastische prestaties en een zo goed draaiende wedstrijd, dan wil je gewoon hier 1000 man publiek langs de kant hebben staan die daarvan kunnen genieten. Dus ja, ik hoop echt dat dat kan volgend jaar en dat het ons gegund is om dat te doen.